communiceren is zeggen voordat je nadenkt. En voor mij is grenzeloos communiceren eigenlijk communiceren vanuit je hart en er niet al te lang over nadenken. We staan vandaag stil bij 45 jaar UCK hier in de Stad Schouwburg in Utrecht. Onze leden hebben vandaag een geweldige dag meegemaakt, een ware safari door onze stad vol met workshops. Het was een dag vol workshops. Welke workshop heb je net voor het laatst gedaan? Dat ging over robots. Dus in hoeverre reageren mensen op robots alsof het mensen zijn en met hun emoties. Dat is heel interessant. Ja, ik heb een workshop gedaan over VR. Ik vond het een hele leuke workshop. Ten eerste vond ik het echt heel erg leuk om zelf te ervaren hoe het is om in de virtuele realiteit te zijn. En ik had natuurlijk veel interesse in hoe zo'n filmpje nou gemaakt moet worden. Ik denk dat het voor mij nu nog een stap te ver is, maar voor de toekomst wil ik dat wel graag doen. Ik heb de presentatie gezien over allochtonen, hoe die kunnen integreren in Nederland. Maar ook wat er bijvoorbeeld in Marokko, wat de Marokkanen aan problemen tegenkomen. Mensen die weer naar hun land toe gaan. Dat vond ik een heel leuk inkijken in de keuken in Marokko. Journalistiek ging over fake news. Het is een hot item natuurlijk, fake news. Dierentuin Amersfoort die had een nieuwsitem geplaatst dat ze maskers uitdeelden voor mensen die dan niet op de social media gefotografeerd wilden worden bij andere mensen. Uiteindelijk was dat fake news, dat was helemaal niet waar, maar ze hadden daar wel de landelijke pers mee gehaald. Kan je ons iets vertellen over de workshop animatie en wat daar zo leuk aan was? Nou echt super, in 30 minuten hebben wij een filmpje gemaakt. Ik dacht dat gaat nooit lukken, maar het lukte. Wat is voor jou grenzeloos? Mijn doel van, als fotograaf is iets wat mensen al 10.000 keer gezien hebben. Om daar mensen voor te interesseren om het nog een keer te bekijken. Alleen dan dus op een andere manier. Soms moet je grenzen overschrijden om dat te bereiken. Ik heb ook het idee dat er nog heel veel toekomst is. Omdat de ontwikkelingen met nevenvakken, zeg maar sociologie, psychologie, waar kennis en technieken van geleend worden, die in communicatie worden toegepast. Dus ik denk op naar de volgende 45 jaar. We'll be right back.